Hallo, welkom bij de cursus webapps bouwen. Tijdens dit eerste intermezzo maken we onder andere een uitstapje naar YouTube. De vraag is, hoe zorg je er nou voor dat een YouTube filmpje zich netjes aanpast aan de grootte van het beeldscherm van je smartphone of tablet? Je ziet hier een YouTube filmpje. Op mijn smartphone, mijn Apple smartphone. Hij is niet zo gek voor ruimte, maar hij heeft zich keurig netjes aangepast aan de grootte van het beeldscherm. En hier zie je exact dezelfde YouTube filmpje, alleen nou op de Google Nexus 7. En je ziet dat de webapp heeft zich keurig netjes aangepast aan het beeldscherm. Oké, die mini-tablet die draaien we dan eventjes. Hebben we nog meer ruimte. En, fantastisch, het filmpje past zich weer keurig netjes aan. Hier zie je de bijbehorende code van de webapp. Eigenlijk is er weinig bijzonders te zien. In de main div is een tweede div geplaatst die gebruik maakt van de class video. En verder zie je gewoon de code om een filmpje van YouTube in te sluiten. Met een breedte van 560, een hoogte van 315. En allo full screen. Het geheim zit in de head. Daar zie je twee extra scriptjes die meegenomen worden en die er netjes voor zorgen dat het filmpje, ongeacht de afmetingen van het beeldscherm, perfect past. jQuery FitFits. .js en scripts.js. Deze scriptjes die zijn gewoon geleend en worden gratis ter beschikking gesteld vanaf de site fitfits.js. Een mooie plugin voor jQuery. Een gratis downloaden met dank aan Chris Collier en Parable. Zo simpel is het dus. Hier zie je hetzelfde filmpje draaien op een Samsung Galaxy i met een gigantisch klein beeldschermpje. Het werkt.